drama. De vuurwerkfabriek is zojuist ontploft. Ja, ik wil niet overdrijven, maar het is echt één groot oorlogsgebied, lijkt wel. Het is hier vreselijk. De politie Twente heeft vandaag een nieuwe getuige gehoord over de vuurwerkramp. De Amsterdamse raadsman Knoops bekijkt of hij herziening van het hele onderzoek van de ramp vraagt bij de Hoge Raad. En nog meer nieuwe feiten en verhalen, 10 jaar na de vuurwerkramp. Goedenavond. Vandaag, precies over een week, is het alweer 10 jaar geleden dat de vuurwerkramp in Enschede zich voltrok. 23 doden en bijna 1000 gewonden. Collega's Frans Strikker en Rob Voorking zagen aanleiding om nog eens in het dossier te duiken. En dat is niet zonder gevolgen gebleven, zoals u wellicht gemerkt heeft. Want inmiddels bekijkt justitie of er een nieuw onderzoek moet komen, op basis van het onderzoek van mijn collega's dus. Hier ook in de studio regisseur Jan Paalman, die de verklaring op papier heeft gezet. Heren, alle drie zeer welkom. Dank voor uw komst. Jullie hebben een getuige gevonden, Rob. Ik zeg even Rob, want wij werken dagelijks met elkaar. Die uiterst belastende verklaring heeft afgelegd over de familie Pater bij dat eerste brandje. Ja, klopt. Ja, die zijn wij bij toeval tegengekomen, omdat we nog eens een keer het hele dossier zijn doorgegaan. En dan heb ik het nu over het tactische deel, dus het horen van mensen, het horen van hoofdpersonen. En wij zijn bij deze mevrouw uitgekomen. En wonderwel begon ze in één keer vanuit zichzelf te vertellen. En daar hebben wij een fragment van. Laten we daar even naar kijken. Ik heb gezegd, als er iets gebeurd is, dan kunnen jullie dat beter opbiegen. Anders dan blijf je leem dan door met zin. Ja, dat was die getuige. Waarom is deze getuige volgens jullie zo cruciaal? Nou, deze getuige is cruciaal omdat die namelijk wetenschap bij zich draagt. Dat de familie Pater, in dit geval Willy Pater, mededirecteur... Mede-eigenaar van SC Fireworks. Marion Schippers, zijn vrouw, twee medewerkers en klusjesman Kloppenborg... gelogen hebben in het proces en in de aanloop naar het proces bij de politie... over hun aanwezigheid op het terrein bij SC Fireworks voor de eerste brand op zaterdag 13 mei 2000. Deze mevrouw beweert dat ze er wel degelijk geweest zijn. Ja, maar ik ga even naar Frans. Het is 10 jaar later... Waarom komt die getuige nu pas met dat verhaal aankakken? Nou, het is eigenlijk niet de eerste keer dat ze dat doet. Ze heeft het ook kort na de ramp al gedaan. Alleen is ze toen, de advocaat van Pater destijds, die gaf aan van... joh, ga nou niet, we gaan het zelf wel vertellen, het komt allemaal goed. Maar volgens is niks gebeurd. Ze zijn een beetje teruggetrokken eigenlijk door... omdat die jongens wel begrepen dat het niet heel handig was om dat te verklaren. Precies. En deze mevrouw is eigenlijk altijd met haar verhaal blijven zitten. Haar vader is overleden, die ook heel veel moeite had met de nasleep van de ramp. Dat verwijt ze eigenlijk ook haar zus... En ze kan er gewoon niet meer tegen. Dat is eigenlijk waarom ze nu meer naar buiten komt. Ik kan niet meer leven met dit geheim. Lang heb ik gezwegen. Maar ik vind dat de waarheid verteld moet worden. Ik heb er de afgelopen jaren echt onder geleden. Heb zelfs hulp moeten zoeken. Ik weet zeker dat mijn vader, die altijd gewerkt heeft voor Fireworks, is overleden als gevolg van de nasleep van de ramp. De doofpot binnen onze familie. Ik ben zelf ook ziek. Ik weet niet wat mijn toekomst is. En ik wil graag schoon schip maken. Ik mocht niet praten van de advocaat van hem. Ik heb hem later gebeld en gezegd. Als jij niet zorgt dat Willy en Marion terugkomen uit Limburg. Dan schakel ik de politie in. Hun wilden mij even vertellen wat ik moest doen. Ik heb gezegd, ik heb niks verkeerd gedaan. Ik heb niks te verstoppen. Ik snap niet dat je hun moet verstoppen. Zo maak je ze er een crimineel van. Toen heb ik het dus gedaan, hè. Dat is één van die dingen die ze mij verwijten. Omdat ik heb gezegd dat ze weer moesten komen. Ik heb gezegd, als er iets gebeurd is, dan kunnen jullie dat beter opbiegen. Anders dan blieuw leem dan door met zin. Ja, dat zijn dus unieke beelden die u nog niet ergens anders heeft kunnen zien. En ze zijn gemaakt door mijn zeer gewaardeerde collega's Rob Voorkink en Frans Strikker hier aan tafel. Maar rechercheur Jan Paalman die maakte ooit deel uit van het rechercheteam dat de vuurwerkramp onderzocht. En hij moest bij het korps zeggen, ook dat zal u niet ontgaan zijn in de afgelopen jaren, omdat hij
veel te veel kritiek had op de wijze waarop het onderzoek werd gedaan. Meneer Paalman, heel flauw kort geformuleerd, krijgt u toch nog gelijk zo te zien? Hè? Ja, gelijk. Het is een groot woord gelijk. We hopen dat de waarheid boven water komt. Ja, want dan, moeten we deze verklaring, want die de getuige is niet in beeld. De stem is vervormd. Hoeveel waarde moeten we eraan hechten? Dit is een waardevolle verklaring. Ze vertelt namelijk uit eigen wetenschap. Ik heb het zelf gehoord. Ik was erbij. En is ook consistent en is ook betrouwbaar. Er zitten een aantal elementen in die geverifieerd kunnen worden. Dus het is een erg betrouwbare verklaring. Ja, want u heeft ook de verklaring gezien, zeg maar zonder dat het de stem vervormd was en dergelijke. Ja, ik heb een verklaring van haar opgenomen en die is ook ondertekend, die verklaring. Haar handtekening staat eronder. Dus en zij zegt dan zelfs nog, ik ben bereid om dit als het nodig is onder ede te bevestigen. Oké. En dan gaan we nu even kijken naar een fragment waaruit die belastende informatie nou precies bestaat. Ik heb altijd een goede band gehad met de familie. Maar sinds de ramp is het helemaal mis. Ik vind dat mijn familie de mond open moet doen en het stilzwijgen moet verbreken. Dat doen ze tot nu toe niet. Dat mijn vader is overleden, daar geef ik hun ook de schuld van. Die konden gewoon niet meer in. De familie kwam niet veel meer bij mijn vader. Die man kon het niet verwoorden. Hij kon het niet verwerken. Ik zat er helemaal alleen mee. Daarom kon ik er niet mee tegen. Het grootste verwijt maak ik ze. Ik heb altijd voor hun klaargestaan. Dag en nacht. Ik kan niet meer beseffen dat als er niks gebeurd is, waarom ze dan verstopt moeten worden. En die woorden, iedere nacht van de week heb ik nog nachtenlang van wakker gelegen. Ik heb nooit geen hulp gehad. Vorig jaar, toen ging het niet meer. En heb ik zelf maar hulp gezocht. Ik denk allemaal dingen uit die wat gebeurd kunnen zijn. Ik heb ze hier toen de tijd opgevangen. En dan nog zo weg wordt getrapt. Alleen omdat ik heb gezegd dat ik die dingen zeg. En ook dat ze weer gingen troon. Ik zei, jullie zijn niet goed wijs. Ik kom elke dag op het kerkhof en dan durven jullie die dingen te zingen. Dat jullie een nieuwe stad wilt maken. Moet je nou eens kijken op het kerkhof hoeveel families er kapot zijn gegaan. Vrijdagavond 12 mei was het een vervroegd verjaardagsfeestje bij Willy Pater. En ik was er ook. Op het moment dat de klusjesman Kloppenborg binnenkomt, werd er alleen nog maar gepraat over fireworks. Ik heb zelf gehoord dat mijn zus Marion gezegd heeft dat ze de volgende ochtend nog naar het bedrijf moest om papieren op te halen. Ze zal Willy metnemen, want die moest daar nog aan het werk. En de broertjes de Jong, die zal ook komen. Er was extra vuurwerk nodig voor een verjaardagsfeestje bij hun buurman. En er was ook al een tekstbordje gemaakt met door op de tekst Henk 70. Er wordt gewoon weer gehandeld in vuurwerk. Mijn zoon kreeg een tijd geleden nog door dat diverse betrokkenen vuurwerk hadden aangeboden. Dat is toch onvoorstelbaar? Ja, dat was dus de verklaring van de schoonzus van de directeur-eigenaar Pater, die eigenlijk nu probeert schoon schip te maken. Maar waar je dan natuurlijk verbaasd over bent, waarom heeft deze dame in kwestie niet gewoon bijvoorbeeld toen André de Vries werd vrijgesproken, u weet wel, de man die in eerste instantie behoorlijk veroordeeld werd, waarom is daar de politie toen niet op gedoken? En ik stel die vraag niet aan u thuis natuurlijk, maar aan Jan Paalman, oud-regisseur hier ook in de studio. Jullie hebben gewoon zelf, u was toen zelf onderdeel van het rechercheteam. Dat klopt. Ja, misschien wel toch wel voor een deel gefaald. Het zit zo dat op 23 mei 2000 deze informatie over het tekstbordje van de broertjes de Jong op 23 mei 's avonds al doorgegeven is aan de leiding van het tolteam. En vervolgens, toen is er voorgesteld om deze twee binnen te halen om proberen daar de waarheid te zoeken, wat die zouden misschien meer kunnen vertellen. Ja.
Dat is later wel gebeurd, maar op zodanige wijze dat 3 jaar later bij het gerechtshof in Arnhem de president van het gerechtshof, meneer Manouri, zegt, toen die getuigen daar waren voor verhoor, waarom is dat toen niet gebeurd in verhoorkamer bij de politie? Ja. Nu zijn we 3 jaar later en dan is van, ik weet het niet goed meer hoe dat zit. Ja, maar u heeft contact gehad met deze getuige. U heeft zelf net gezegd dat u een getekende verklaring heeft. Ja. Dus u heeft haar zeg maar in de ogen gekeken en u heeft opgeschreven. En daar heeft ze een handtekening opgezet. En mijn zeer gewaardeerde collega's hebben dat op beeld opgenomen. Iedereen weet dat nu ook in de familie. Waarom komt nu de familie niet gewoon zeggen van ja, laten we maar de tent, laten we maar helemaal schoon schip maken. En gewoon vertellen dat het gegaan is zoals deze dame nu zegt dat het gegaan is. Het is te hopen dat het zo gaat gebeuren. Daar ziet het volgens mij niet naar uit, overigens. Want Gabriel Meijers, dat is de advocaat van Willy Pater, ook al een van die directeurs. Die verklaart morgen in een artikel in de pers dat hij overweegt een aanklacht tegen. In het Dagblad de Pers? Ja, Dagblad de Pers. Hij overweegt een aanklacht tegen de zus. Omdat volgens hem de alibi tot op het laatste moment sluitend zijn. Van de betrokkenen die hier nu genoemd zijn in dit kroongetuigenverslag. En dat is absoluut niet waar. Maar ik wilde nog even, want we hebben zelf wederhoor gehaald. Precies. Onder andere bij Willy Pater. Misschien kunnen we daar nu even naar gaan kijken. Want dat is niet zo goed afgelopen. Laat maar even kijken. Het wederhoor van Willy Pater. Hoi. Hallo. Hoi. Droog, jongen. Ja, misschien wel, hè. Heeft u het voor u voor ons? Nee. Echt niet. Oh, niet uit de boot. Nee. Gewoon ons klein met de baan. Ja, dat is wel. Ik ben er niet over, maar. Ik wil je niet zien. Nou, die ontvangst van oud-directeur Pater was niet al te geweldig. Voorkink erop. Jullie zijn ook nog bij de klusjesman, dacht ik, geweest, hè? Ja, Kloppenborg. Ja, dat is ook een van de mensen van wie gezegd wordt. Dat is ook CIE-informatie van deze man. Die weet van de hoed en de rand van het ontstaan van het eerste vlammetje. Oké, en daar hebben we ook beelden van, neem ik aan. Ja. Laten we daar even naar kijken. Hallo. Ja. Kom hier binnen. Ja. Wie ben je daar? Nog voor die. Papa, dat is die oost. Wegwezen. Nee. Wegwezen. Opstappen. Ja, dat is het. Ik moet heel rap. Ja, het is niet zo triest. Zou je er zijn over moeten lachen hoe de collega's Strikker en Voorkeur achterna gezeten werden door de vroege klusjesman Kloppenborg. Maar goed. Feit is natuurlijk nu dat er nieuwe informatie op tafel ligt. Oud-regisseur Jan Paalman is dus ook in de studio. Meneer Paalman, hoe nu verder? Ik bedoel, de man is gehoord vandaag. En nou? Of doet u daar niet meer aan mee? Nee, daar doen wij niet aan mee. En wij hopen dat deze getuigenverklaring de aanzet zal zijn tot de oplossing van deze ramp. Ja, maar... Toren van Ganzerij. En dat denkt u echt? Want in de afgelopen maanden en jaren is hier links en rechts met boeken en met andere collega's ook nog wel eens een vuurwerkramp opgelost, kan ik me heugen. Maar nu hebben we het echte ei... Wij hebben er eigenlijk alle vertrouwen in. Dit is informatie waar je niet omheen kunt. Die staat als een huis. Helemaal duidelijk. Heren, dank u wel, meneer Paalman. Heren, nieuwe informatie dus. Complimenten van mij, voor zover u daar wakker van ligt. Erg mooi. Hoe we nu verder? Want volgende week hebben we nieuwe beelden, nieuwe interviews, nieuwe informatie. Waar gaat het dan onder meer om? Waar kunnen we volgende week verwachten, Frans? We gaan onder meer kijken naar de rol van de overheid, en de rol van de politie en het OM. En onder andere ook naar de rol van de brandweer. Daar gaan we nu een klein stukje even van zien. Dit had gewoon nooit mogen gebeuren en dat is veel erger. Het eindeffect is gewoon dus deze ramp had nooit mogen gebeuren. En daar moet wat mee. Ja, volgende week nog veel meer opzienbarende interviews en reportages over die vuurwerkramp. Onder meer van mijn collega Rob Voorking en Frans Strikker. Beide zeer bedankt. En meneer Paalman, u ook nogmaals bedankt. Morgenavond zijn we er uiteraard weer met een nieuwe In de Wandelgangen. Graag tot dan. Voor nu bedankt voor het kijken. Dag.